Door de grondwetswijziging van 1848 had de koning in Nederland veel minder macht gekregen. Maar de opvolger van Willem II, Willem III, de die was er niet blij mee en die probeerde zijn macht zo groot mogelijk te houden. En dat leidde tot een grote ruzie tussen de koning aan de ene kant en het parlement aan de andere kant tijdens de zogenaamde Luxemburgse kwestie. Ja, en Willem III de die probeerde dus de macht van de koning te behouden, hè, ondanks die liberale grondwet van Thorbecke. Hij is uh, koning van Nederland uh, en hij is groothertog van Luxemburg. En dat komt omdat België zich in 1839 al heeft afgescheiden van Nederland. En uh, Willem II en Willem III die waren dus uh, niet meer koning van het Koninkrijk der Nederlanden, maar koning van Nederland, groothertog van Luxemburg. België was een onafhankelijk land geworden. En Luxemburg, daar moeten we ons dus even op gaan focussen. Maar om dat beter te begrijpen, moeten we eerst een beetje uitzoomen naar, om te kijken wat er speelt in heel Europa. Want er zijn namelijk spanningen tussen Frankrijk aan de ene kant en de Duitse Staten aan de andere kant. Duitsland is op dat moment dat koning Willem III koning is nog geen één land, maar die vormen samen de zogenaamde Duitse bond. En die gaan steeds meer samenwerken. En de Fransen zijn heel erg bang dat die Duitse staten, die Duitse bond, steeds meer invloed krijgt in Europa. En dat Frankrijk dus minder macht krijgt in Europa. Nou ja, en wat gaat Frankrijk dan doen? Die willen zich er een beetje tegen verdedigen. Die willen die Duitse Bond eigenlijk een beetje uit elkaar spelen. En dan uh, wil Frankrijk heel graag Luxemburg in het geheim kopen van Nederland. Dat doen ze een voorstel voor aan uh, koning Willem III. En ze zeggen van ja, hey, Luxemburg willen wij er graag bij. Want als je hier op dit kaartje kijkt, dan zie je dus dat daar allemaal Duitse staatjes staan. Die samen de Duitse Bond ook vormen. En dat. Links op die kaart, daar in het westen, dan zie je een oranje gebiedje wat ook bij die Duitse bond hoort, en dat is Luxemburg. Dat was op de een of andere manier bij die Duitse bond terechtgekomen. En Frankrijk dacht dus, als wij Luxemburg in het geheim kunnen kopen, dan staan we wat sterker aan onze grens met Duitsland. Nou, dus zij vragen dat aan Willem III, die overlegt met zijn minister van Buitenlandse Zaken. En Willem en de ministers vinden die verkoop goed. Ze zouden er 5 miljoen gulden voor krijgen, dat is heel veel geld in die tijd. Maar ze besluiten dat dit allemaal in het geheim moet gebeuren, want anders dan zouden de Duitsers wel eens boos kunnen worden. En bovendien, misschien zijn de Eerste en de Tweede Kamer het er wel helemaal niet mee eens. En... Denk er even aan, die hadden eigenlijk voort alle macht in handen, maar ja, Willem III wilde graag zoveel mogelijk zonder die eerste en die Tweede Kamer doen. Dus daarom dat hij ze niet op de hoogte bracht van het Franse voorstel. Maar ja, zoals het dan gaat, dan lekt het toch uit. Die Duitse bond die komt achter die verkoop en die dreigen met oorlog. En dat zie je bijvoorbeeld hier in deze prent terugkomen. En je ziet daar koning Willem III als een beetje klein, miserig mannetje met, met dat Luxemburgse varkentje in zijn kistje. Wordt die door een Duitser bij de hand genomen en eigenlijk gezegd van, oh, jij gaat Luxemburg, dat varkentje ga je niet verkopen. En uiteindelijk moet er dus druk overlegd worden, want die Duitsers die dreigen dus met oorlog, er volgt een soort vredesoverleg, er komt een verdrag uit, en daar wordt bepaald dat de verkoop van Luxemburg aan Frankrijk niet doorgaat, maar dat Luxemburg wel uit die Duitse bond zal stappen. Nou, je zou zeggen eindgoed goed, want er komt in ieder geval geen Oorlog in Europa. Maar in Nederland zorgt die hele Luxemburgse kwestie voor heel veel onrust. Want de Eerste en de Tweede Kamer, het parlement, die zijn woest als ze achter die verkoop komen. Hoe hebben jullie achter de onze rug om dat proberen te doen? In die grondwet van 1848 staat dat wij voortaan het laatste woord hebben. En het parlement wil dan ook dat de ministers aftreden. Ja, en die ministers die weigeren dat. En Willem III, of Willem de derde, sorry, die steunt ook nog eens die ministers. Hè? Dus die zegt nee, daar komt niks van in. En dat zorgt ervoor dat er echt een hoogoplopende ruzie ontstaat. En uh, de vraag is een beetje wat er gaat gebeuren. Maar dan weet het parlement ineens: haha, wij hebben dat recht van budget. En wat gaan zij doen? Ze gaan gewoon alle plannen van de regering, van die ministers, gaan ze afkeuren. En Nederland wordt dus feitelijk onbestuurbaar. Nee, en dat zorgt ervoor dat de regering geen geld meer kan uitgeven en dat die ministers dus uiteindelijk toch aftreden. Hier zien we het kabinet dat dan af zal treden. Ja, en die Luxemburgse kwestie, dat is eigenlijk de laatste keer in de Nederlandse geschiedenis dat de koning en de regering buiten het parlement om dingen hebben proberen te doen. Want vanaf dat moment is het zo dat uh, de regering voortaan altijd ontslag zal nemen als de meerderheid van het parlement dat wil.